Van harte welkom bij TSC TV met in deze aflevering aandacht voor de wedstrijd TSC tegen Sneek Wit-Zwart. TSC won op Sportpark De Lok met 2-0 van Sneek Wit-Zwart en dat was voldoende om zich te plaatsen voor de tweede divisie. De eerste 7 ploegen van de topklasse krijgen een ticket daarvoor. TSC startte dan ook met aanvallende bedoelingen. Akita Wasaka verhuisde zodoende naar de reservebank en Sven van Inge startte in de spits. Nu eerst de opstellingen van beide ploegen. We beginnen met TSC. Op doel Van der Sman, in de achterhoede Van Gessel, Van D en Vierek. Op het middenveld Noël Sanaki, Alleskan en Rodjan. En in de aanval vinden we De Wind, Nouri, Van Inge en Boesbiba. De opstelling van Sneek Zwart-Wit. Van der Meulen op doel. Huytema, Goes, Boersma en Jajoer in de achterhoede. Velds, Benning en Tankink op het middenveld. En de voorhoede van Sneek wordt gevormd door Derguti, Andringa en De Jong. Vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Tunnissen was TSC de baas op De Lok. Het eerste gevaar kwam uit een vrije trap van Ingas Rodjan. Aage Boersma had een overtreding begaan op Van Inge. De vrije trap van Rodjan was geen klemvaste bal voor doelman Kevin van der Meulen en leverde een hoekschop op. Een goede kans kreeg na 8 minuten Curtly De Wind. Van Inge bediende De Wind op maat, maar de snelle spits trof de lat. Sneek Wit-Zwart werd een keer gevaarlijk in de 19e minuut. Gelukkig kopte Tjeerd Andringa precies in de handen van TSC-doelman Sebastian van der Sman, die ook in deze wedstrijd weer uitblonk. Ook een vrije trap van Sneek na 26 minuten van net buiten de 16 belandde in handen van Van der Sman. In de 33e minuut zette een soms weergaloze Daoud Boesbiba via rechts scherp voor. En met een mooie snoekduik liet Van Inge de doelman van Sneek kansloos 1-0. Nog 1 minuut later zorgde De Wind voor de 2-0. Dames en heren, de vijfde schroep van de stand. 2-0 in het voordeel voor TSC. Hoeven te maken nummer 7. Curtly De Wind. Tot aan de rust koos TSC voor een behoedzame opbouw en gaf vervolgens niets meer weg. TSC bleef de boventoon voeren, maar kon de score niet verder uitbouwen. Van Inge was nog dicht bij een treffer na 55 minuten, alleen trof zijn fraaie omhaal geen doel. In de slotfase was invaller Jip Bartels ook nog erg actief, maar had geen geluk in de afwerking. In theorie kan alleen TSC nu Linde nog van een kampioenschap afhouden, maar dan moet Linde in de laatste wedstrijd verliezen van de treffers uit Groesbeek. Mocht dat gebeuren en TSC wint bij de laatste wedstrijden, dan volgt er een beslissingswedstrijd op neutraal terrein voor het kampioenschap van de topklasse zondag. Op zondag 28 mei volgt dan de wedstrijd om het algeheel kampioenschap van Nederland. Wij van TSC TV kunnen u al vertellen dat er een aantal Tielenaren zijn die deze datum hebben gereserveerd in hun agenda. Ruim 2 uur in de bus gezeten en toch 0 punten hier vanuit Tiel meenemen naar Sneek. Dat doet pijn. Ja, en het doet zeker pijn in de positie waarin wij zitten, want we hebben eigenlijk punten nodig. En we hebben vandaag tegen in mijn ogen een hele goede ploeg gespeeld. Die eigenlijk op alle posities individueel wel sterker als ons was. Maar goed, daar lopen we wel eens wat vaker tegenaan. Van de andere kant, ook tegen dat soort ploegen moet je je kunnen wapenen. Maar misschien moeten we de conclusie overal trekken dat niet helemaal gelukt is. In de tweede helft waren er toch nog mogelijkheden genoeg voor Sneek. TSC hoefde niet meer zo nodig, maar jullie konden niet meer, moet ik het zo zien? Nee, nou kijk, als je even teruggaat naar de eerste helft, vond ik dat jullie heel aanvallend speelden. In een 3-4-3 opstelling hebben wij ervoor gekozen om over het hele veld 1-op-1 te spelen. Dat is gevaarlijk op het moment dat je goede buitenspelers hebt en jongens met een goede individuele actie hebt. En dat werd ook 2 keer afgestraft in de eerste helft. Ja, nou eigenlijk was dat op het moment dat jullie volgens mij weer wat terugschakelden en de opstelling wat aanpaste en iets minder aanvallend gingen spelen en juist met meer snelheid op de buitenkanten. Nou ja, dat betaalde zich eigenlijk uit door...
door een goede bal achter de verdediging. En dan is Boes Bierba heel snel. En een goede voorzet op de eerste paal. En die werd door Van Ingen volgens mij afgerond. Ja, fantastisch doelpunt. Maar tot die tijd was er eigenlijk voor ons niet heel veel aan de hand. Het piept en kraakt af en toe wat. Maar en dan is zonde dat je eigenlijk 3 minuten later of zo al een tweede goal weg moet geven. In de zin van dat wij daarin wel wat uit onze verdedigende stellingen kwamen. Iets meer druk op jullie opbouw probeerden te zetten en vervolgens uitgespeeld werden. En ook weer een goede goal tegen krijgen. Tweede helft hebben we het iets anders proberen aan te pakken. Nog wat opportunistischer met Aargijns Boersma, maar die we centraal achterin hadden spelen, hadden we er nou voorin bijgezet. Alleen ja, dan moet je smijten met je krachten, want we werden nog wel weer teruggedrongen. Dan moet je het geluk hebben dat je met een klein kansje om weet te zetten in een goal. En dat je jullie aan twijfelen brengt en dat je wat achteruit gaat lopen. Want inderdaad, jullie hoefden niet, hadden de score ook verder uit kunnen bouwen, maar... op het moment dat we jullie aan twijfel hadden kunnen brengen uit een doodspelmoment of uit een geslaagde counter, dan kun je via wat opportunisme nog proberen om de gelijkmaker er binnen te krijgen. Maar... Ja, dat is dus niet gelukt. Nee. Eventjes naar die competitie toe. Het blijft ongemeen spannend, zowel bovenin als onderin. Wat staat jullie nog te wachten? Nou ja, volgende week de degradatietopper tegen OJC Rosmalen. Er zijn voor ons vandaag 2 lichtpuntjes en dat is 1 dat we... Zonder kaarten en volgens mij zonder blessures hier wegkomen. En 2 is dat OJC Rosmalen op het moment achter staat. Dus ja, voor ons moet het volgende week absoluut gebeuren. Frits van den Berg, dag van de arbeid. Er is ook hard gewerkt op het veld, althans in de eerste helft. Maar de buit is binnen. Ja, de buit is binnen. Zoals de uitslagen op dit moment zijn, ziet het er voor ons zeer goed uit. Dus we kunnen zeggen dat we... Het is gewoon heel simpel, promotie naar de tweede divisie is daar. Promotie in de tweede divisie is vandaag gerealiseerd. Nou, dat kan niet mooier. De dag wie had dat gedacht, hè? Ja, wie had dat gedacht? Ik denk dat er heel weinig mensen die dit gedacht hadden. Wij zelf ook niet. We hebben aan het begin van het seizoen gezegd dat ja, als we ons gaan handhaven in de topklasse, dan hebben we het fantastisch gedaan als promovendus. Maar ja, je ziet waar we op dit moment staan. Ik denk dat we zelfs nog plekken klimmen. Nog 2 wedstrijden te gaan. Ja. Het kan nog altijd, hè? Ja, maar ik denk dat als Linde vandaag de wedstrijd wint, dan worden ze thuis gewoon kampioen tegen de Treffers. Lijkt mij. Ja, maar goed. Chapeau voor het team. Even de wedstrijd. Eerste helft ging goed op zich. Ja, de eerste helft had Sneekje toch best goed staan. Ze speelden met lef, 1-1 achterin. En ik had min of meer, omdat ik toch wel de laatste week... aardig wat beelden van Sneek bestudeerd had. Ook je begon eigenlijk met 3-4-4, met eruit naar achteren. Nou ja, we speelden eigenlijk met 2 mensen heel dicht om Sven heen. En uiteindelijk leverde dat 2 fantastische goals op in binnen 2 minuten. Ja, dan zit je prozen. Die tweede helft, toen hoefde het voor TSC niet zoveel meer, is niet zo nodig. En Sneek kon niet meer. Moet ik het zomaar zien? Ja, maar ik vind wel, wij hebben wel in de rust gezegd, de eerste 15 minuten naar 3-4-0 proberen te lopen. En dat had ook gekund, hè? Want we hebben 2 vette kansen gehad in de eerste 5 minuten in de tweede helft. Zegt de trainer van de tegenpartij ook. Maar doordat het dan 2-0 blijft, ja, hou je altijd wel een beetje angst. Maar goed, ik zag ook wel dat Sneek niet goed genoeg was om ons in de problemen te brengen. Nee, en dat is ook niet gebeurd. Al met al, gefeliciteerd. Dank je wel. Erik van Dee, jij bent man of the match. Nou, dankjewel. Op basis van het spel niet alleen van vandaag, maar ook van de afgelopen weken. Een rots in de branding in die verdediging van TSC. Ja, ik heb afgelopen weken wel lekker gespeeld weer. En daarvoor weer iets minder gespeeld. Dus ik ben blij dat ik weer van waarde kan zijn voor het team. Dat is het belangrijkste. Ja, je bent echt zo'n stofzuiger. Hè? Elke bal die achterin er doorheen komt, die pak jij op. Ja, ik denk dat ik binnen het team en vooral in de achterhoede wel verdedigend een van de meest pure verdedigers ben. En ik ben blij dat ik vanuit het centrum in ieder geval alles dicht kan lopen, ook daarvoor nodig is. Ja, als je dan kijkt naar deze wedstrijd, was het een makkie? We kwamen natuurlijk wel vrij snel op 2-0. Zij zakken in, totaal geen voetbal, laten ons eigenlijk ook helemaal voetballen. Hadden we niet verwacht. Wel tot op zekere hoogte, maar dat we zover tot bijna de 16 kon lopen, hadden we echt niet verwacht. Vervolgens moet je eigenlijk gewoon 4-5-0 maken. Ja, dat gebeurt dan niet. Afgelopen weken ook bij VVSB heb je ook fantastisch gevoetbald, hè? Ja, dat was ook een lekker potje. Ik moest invallen. De trainer had van tevoren al gezegd dat als er wat spel scrimmage zou komen, dat hij misschien toch anders wilde gaan spelen.
Ja, dat gebeurde eigenlijk al vrij snel, volgens mij na 20, 25 minuten al. Ja, en toen had hij door dat hij verkeerd begonnen was. Ja. Of dat hij misschien terug op zijn keuze wilde komen, weet ik niet. Maar het liep in ieder geval niet zoals het hoorde te lopen. En uiteindelijk denk ik dat we de tweede helft het heel goed weg hebben gewerkt. Ja. Nou, nogmaals, die tweede divisie, ja, dat wordt weer genieten volgend seizoen. En jij, ja. Man of the match, je gaat positief die laatste week in. Ja, zeker weten. Zeker weten. Ik hoop dat we, ja, als we geluk hebben, sluiten we het vandaag al met een mooie oog naar het volgende seizoen af. En de komende twee weken gewoon ook voor die supporters, voor de club, belangrijk om die punten ook gewoon nog te pakken. We spelen natuurlijk ook gewoon nog thuis, dan wil je ook gewoon een affiche weer weggeven. Je speelt nog leuke wedstrijden, dus we moeten gewoon nog 6 punten pakken. Sebastiaan van der Sman, de tweede divisie, daar doe je het voor, hè? En ja, dat is gelukt. Ja, mooi. Heel mooi. Begin van het seizoen hebben we gezegd, we willen veilig spelen. En dan lopende seizoen kom je een paar keer bovenaan te staan en zeggen van ja, die eerste 7 willen we niet weggeven. En dat hebben we ook niet gedaan. Als je kijkt naar jouw spel van het hele seizoen tot nu toe, een constante factor in dit elftal. Ja, ik ben wel tevreden over het hele seizoen. Ik heb een paar hele goede wedstrijden gespeeld, een paar gewoon stabiele wedstrijden. Dus. Heb je ook slechte wedstrijden gevoetbald? Ik heb ze niet gezien hoor. Als je kijkt naar de wedstrijd van vorige week tegen VVSB, ja, daar sleep jij die ploeg terecht doorheen. Ja, vorige week was een van de wedstrijden dat ik echt lekker gekiept heb. Een paar lekkere ballen gepakt. Maar ja, als je ziet hoe wij vorige week de tweede helft uit de kleedkamer komen, dus het hele team echt complimenten. Dus, als je zo altijd kan spelen, dan ga je volgend jaar ook een goed seizoen draaien. En daar gaan we vanuit? Absoluut, zeker weten. Wander van IJzendoorn, hoofdcoördinator veiligheid hier op het sportpark De Lok in Tiel. Wat komt er nou bij kijken bij die veiligheid van zo'n wedstrijd? Nou, daar komt het een en het ander mee kijken. Je moet zorgen dat de supporters veilig zijn. Dus je moet zorgen dat de supporters niet met elkaar op de vuist gaan. Dus dan worden er stewards van andere, van de uitspelende clubs, wordt ook mede opgetrommeld om met ons de veiligheid te garanderen. Kijk, een beste wedstrijd zoals dit, hier waren 500-600 man, dan is dat simpel te doen. Maar bij Linde, dat was een ander verhaal, hè? Er waren er hier 2500. Hoe loopt het dan? Nou, dan ben ik aardig zenuwachtig, want je zorgt dat alle stewards op de posten staan. Wij hebben oortjes in, dus kunnen met elkaar communiceren en houden alles goed in de gaten. En het moet ook zo zijn dat wij een gastrol vervullen. Dus ook moet het zijn dat de mensen zich op zijn gemak voelen en dat de mensen zich ook leuk vinden om hier te komen. Dat is en wat dat betreft was het bij Linde, TSC tegen Linde, ook een feestje voor al die mensen, ondanks dat TSC verloor. Hey, dit is ook opgevallen, hè, hoe het hier op de Lok eraan toe gaat. Want je hebt onlangs een presentatie moeten doen in Zeist bij de KNVB. Hoe ging dat? Ja, dat klopt. De KNVB had mij gevraagd om voor de veiligheidscoördinatoren van de zaterdag topklasse en de zondag topklasse een presentatie te houden. Nou, dat heb ik met beide handen aangegrepen. En daar heb ik wat verteld over hoe wij de veiligheid op het sportpark De Lok hebben in geval van de wedstrijd tegen FC Linde. En ons bord die wij bij de ingang hebben met al onze regels werd ook als voorbeeld genoemd hoe het straks in de tweede divisie, als dat zou kunnen en als dat werkelijkheid wordt, hoe dat dan allemaal moet. Nou, hartstikke mooi dus. Dus ook wat dat betreft TC een voorbeeld in den landen. Ja, zeker weten. En we hopen dat wij nog meer voor de KNVB kunnen gaan betekenen. En zij hebben sowieso al gezegd van ja, we vinden het toch belangrijk wat jullie nu doen. En al in een korte tijd, want dit is het eerste seizoen dat TEC in de topklasse heeft gespeeld. Dus ja, dat is wel een opsteker voor de ploeg. Dan de uitslagen van de op 1 mei gespeelde wedstrijden. OJC Rosmalen Hercules 0-3. Koninklijke HFC Una 0-1. HBS De Treffers 1-1. TSC Sneek Wit-Zwart 2-0. HSC 21 VVSB 1-0. JVC Kuik AFC 1-3. En Maghreb 90 FC Linde 0-1.
De stand per 1 mei. FC Linden bovenaan. 27 wedstrijden gespeeld, 52 punten. TC op de tweede plaats, 1 wedstrijd minder gespeeld, 46 punten. VVSB op de derde plaats met 44 punten. De treffers uit Groesbeek op de vierde plaats met 44 punten. En AFC ook 44 punten uit 26 gespeelde wedstrijden. De koninklijke HFC vinden we terug op plaats 6 met 43 punten. En UNA sluit het rijtje van de eerste 7 met 42 punten, maar dan uit 27 gespeelde wedstrijden. De eerstvolgende thuiswedstrijd van TSC is maandag 16 mei. Dat is de laatste wedstrijd van dit seizoen. Deze wedstrijd begint om 2:00. Op tweede Pinksterdag wordt dan gevoetbald tegen AFC uit Amsterdam. De eerstvolgende wedstrijd van TSC is zondag 8 mei. Om 2:30 wordt dan afgetrapt in Kuik tegen JVC Kuik. U bent van harte welkom. Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot de volgende keer.